na 10 jaar nu de laatste keer. Hoe is dat voor jullie? Ja, aan de ene kant willen we ze graag afronden, omdat we 10 jaar samen gewoon met heel veel plezier hebben gedaan. En eigenlijk ook wel toe zijn aan weer nieuwe dingen, andere dingen. En ook veranderingen willen gaan genieten. Maar aan de andere kant ook met weemoed, want het is zo'n mooie saamhorigheid. En zo mooi voor de dorpsbewoners om dit mee te maken. En omdat wij dat ook met elkaar gewoon hebben gedaan. Dat geeft een heel dubbel gevoel. Ja. En laten jullie nog wat na aan de gemeenschap? Zeker, heel veel positieve herinneringen. Ja, en we hopen op opvolgers natuurlijk. Ja, en wat laten we nog meer na? Ja, herinneringen vooral. Ik bedoel, echt fantastische herinneringen. En vooral ook voor de jeugd. Hè. Ik bedoel, 10 jaar hebben ze mee kunnen doen met de wandelvierdaagse. Je ziet ze elk jaar groter groeien en wat ouder worden. En dat is gewoon mooi om te zien. Ja, je zou er een boek over kunnen schrijven. Echt, we hebben een heel mooie wandelgids gemaakt. En dat is eigenlijk gemaakt met de routes die we voor de 10 kilometer gebruiken. Omdat de meeste mensen wandelen de 5. Dus we hebben echt de routes van de 10 kilometer. En een aantal nieuwe routes. Als je een roze boekje ziet liggen met wandelroutes, kan die missen. Okay. En ze krijgen allemaal nog een roze gerberaad donderdag. Elke wandelaar krijgt een roze gerberaad. Heel mooi. Dank jullie wel.